welkom terug. Hi. We zitten hier met Sarina. Wow, die maakt geluid. Dat is zeker vet. Ja, ik krijg een vraag door, lijkt het op je eigen hond, maar het is helemaal geen hond. Nee, het is een soort panter of zo. Nee, die lijkt niet op mijn eigen hond. Nee. Wat voor hond heb je dan? Ik heb een Amerikaanse Stafford. Oh, dat is mijn lievelingshond! Nou, kom ik hier langs. Ja. Hij is vast ook... Oh, die zijn zo mooi in al zien. Jij bent vast ook zijn lievelingsmens. Echt? Iedereen namelijk. Echt? Ja, die zijn altijd heel blij. Ja. Oh, die zijn zo leuk. Ik vond die oké. Maar, oh, Matthijs komt terug. Even iedereen party natuurlijk. Matthijs, goed zo. Maar ja... Wat vond je van het commentaar? Ik was er heel blij mee. Echt, ten opzichte van vorige week. Was vooral Gordon nu natuurlijk een stuk positiever. Dus daar ben ik wel blij mee. Nou moet ik alleen oppassen dat ik niet te lang stil ga blijven staan met bij wat Stacey bedoelde. Met dat ze iets mist, weet je wel. Maar ik heb vanmiddag gerepeteerd en dat heb ik teruggezien. En daar miste ik zelf ook wel iets. Gewoon een soort van gewaagdheid of gedurfdheid of zo. Ik moet nog steeds meer uit mijn schulp, zeg maar. Dus, maar dat, echt, elke week ga ik een stukje verder. Ik moet heel eerlijk zeggen, wij kwamen hier binnen. En toen was jij aan het oefenen en wij dachten, wow, dat is niet normaal. Nee, even serieus. Te gek, dankjewel. Maar waarom ben jij eigenlijk zo onzeker? Ja, ik weet het niet. Ik ben als zangeres niet echt onzeker. Want als ik op het podium sta, dan gaat het echt wel. Maar ik ben gewoon niet gewend om in wedstrijdverband iets te doen. En dat is, dat is gewoon nieuw voor me. En, ja. Zenuwslopend. Ja, ik ben gewoon, het is, ik denk dat heel veel meisjes en vrouwen onzeker zijn. Ik denk echt dat de meesten het zelf zijn. Ik krijg een kijkersvraag. Wie is nou jouw favoriete zanger of zangeres? Oh my god, dat is... Oh Maaike, succes! Succes! Dat is moeilijk, want ik heb een hele brede smaak. Dus, maar ik vind... Chris Daughtry vind ik een hele goede zanger. Is dat niet... When I call your name? Yeah. Oh, dat is zo'n liedje, kan ik zo hard van huilen. Die is zo goed. En zangeressen, Whitney Houston, vroeger vond ik echt berensterk. Nu is het geloof ik wat minder, helaas. Een hard leven gehad, zeg maar. Voor een blanke vond ik Anastasia wel heel erg vet zingen. Wie nog meer? Vroeger Mariah Carey fan, dat is later een beetje weggezakt. Wie vind ik nu? Wie vinden jullie tof? Noem eens iets. Pink en de Veronica's vinden wij vet. Pink vind ik ook. Veronica's ken ik niet goed genoeg. Maar heb je niet één echt voorbeeld? Beyoncé. Beyoncé is je voorbeeld? Ja, dat is wel een voorbeeld. Oké, heel erg bedankt. Graag gedaan. Goed gedaan en succes dadelijk. Dankjewel.